volk van Suriname. Lobby brother Angasisa, in het bijzonder onze Roko Mangs en Roko Umas. Mag ik jullie allemaal feliciteren met de Dag der Arbeid en jullie allemaal een bezinningsvolle dag toewensen. Deze dag, de Dag van de Arbeid, wordt ook wel de Roko Mandi genoemd. Bij deze gelegenheid benadruk ik graag het belang van de toewijding en de bijdrage van loontrekkers aan onze economie. De economische dip waarin wij zaten heeft vooral loontrekkers getroffen. Het ging gepaard met dalende koopkracht, dit terwijl uw loon nauwelijks een voorwaartse beweging maakte. Desondanks heeft u zich standvastig ingezet voor uw werk, gezin en het land. En hiermee heeft u bijgedragen aan die veerkracht van onze economie. U heeft ondanks alles er niet voor gekozen om uw land te verlaten. Uw toewijding verdient onze diepste waardering. Loi Bradang Aziza, het zijn onder andere de Rokomangs in de fabrieken, het winkelpersoneel, de leerkrachten en de zorgverleners die dag in dag uit het fundament van onze samenleving vormen. U vormt de ruggengraat van de samenleving. Uw bijdrage is essentieel aan de economische stabiliteit, herstel, groei en ontwikkeling. En ik wens te benadrukken dat het uw inspanningen zijn die onze economie draaiende houden. En ons land door die uitdaging heen enorm hebben geholpen. Ja, onze natie heeft voor ernstige economische uitdagingen gestaan. Die zijn we eindelijk aan het overwinnen. En het getuige van eerlijkheid om onze loontrekkers en hun vakorganisaties te bedanken voor hun voortdurende inzet, maar ook voor hun vastberadenheid om ons land uit de economische problemen te helpen. Wij van de regering zijn ervan bewust dat loontrekkers een hoge sociale prijs hebben betaald. Dit als gevolg van de hervormingsmaatregelen voor stabilisatie en herstel van onze economie. Tegen deze achtergrond spreek ik wederom namens de regering en de gehele Surinaamse bevolking oprecht mijn waardering uit naar jullie allen, met name onze Rokomangs en Rokomas. In deze om het doorzettingsvermogen dat onze Rokomangs en Rokomas hebben getoond. Wij zijn nu bezig de laatste loodjes van het herstelprogramma te voltooien. Dit komt neer op de afbouw van subsidie op elektra, die gepaard gaat met een verhoging van de energietarieven voor bedrijven en huishoudens. Dit heeft gevoelens van boosheid, frustratie of teleurstelling opgewekt. De nieuwe rekeningen zijn ja relatief hoog, maar wij zullen de loontrekkers met een huishoudelijk verbruik tot en met 900 kilowattuur per maand ondersteunen. Met een tegemoetkoming. Het gaat om subjectsubsidie tot een bedrag van 400 SRD afhankelijk van de hoogte van het verbruik. En we geven ook steun aan kleine en middelgrote ondernemingen, meer bekend als die KMO's, via het ministerie van Economische Zaken. Verder zullen we een belastingkorting geven op niet-huishoudelijk verbruik en dat zal gebeuren via de Belastingdienst op basis van goed overleg. Onlangs is er onvrede geuit over de aangepaste energietarieven vanuit een deel van de vakbeweging. Dat is niet aan dove mans oren gericht. We zullen met de vakbeweging, maar ook met het bedrijfsleven in overleg blijven. Lobby Bradang Aziza, gisteren 30 april, aan de vooravond van de Arbeidersdag,
zijn weer eens gestart met het overleg met de vakorganisaties. En samen willen wij zoeken naar gemeenschappelijke basis om te zorgen dat er verbetering komt naar de arbeidende klasse voor wat betreft hun inkomsten, voor wat betreft hun leefbaarheid, voor wat betreft hun koopkracht. En dat willen we doen in goed overleg, in goede harmonie en zorgen dat de meningsverschillen die er nog zijn goed uitgepraat worden met goed overleg. We zijn bewust van de offers die u als werknemer brengt en de veerkracht die u toont. Uw toewijding aan uw werk en uw land inspireert ons allen. En ik heb er vertrouwen in dat wij samen de economie weer gezond zullen maken. En de eerste stappen daartoe zijn al gezet. En daarmee zullen we ook onze natie sterker maken. Rokomangs en Rokomas. Als regering erkennen wij de moeilijkheden waarmee u nog wordt geconfronteerd. En we zijn vastbesloten om u verder te ondersteunen om het dagelijks leven te verlichten. Per 1 januari 2024 hebben we wederom een verhoging ingevoerd van een belastingvrije som. Die is gegaan van 7500 SRD naar 9000 SRD per maand. Ook is de vaste aftrek beroepskosten opgetrokken van SRD 1200 per jaar naar SRD 4800 per jaar. Door deze maatregelen is er over het belastbaar loon tot maximaal 9000 per maand geen loonbelasting meer verschuldigd. Ook de tariefschijven bij de loonbelasting zijn verbreed naar 3500 SRD per tariefschijf. Mijn mensen, Loi Bradang Sisa, dit betekent dat u meer van uw maandelijkse inkomen kan behouden. Dit komt neer op versterking van uw koopkracht. Hierdoor kunt u als loontrekker meer besteden aan goederen en diensten. Werknemers van wie de lonen aan de onderkant van de arbeidsmarkt liggen, zijn beschermd tegen de armoede. Het algemeen minimumuurloon is ook verhoogd met ingaande van 1 april 2024 van 35 SRD naar 49 SRD en 12 centen. Ja, misschien is dit bedrag niet voldoende, maar het is wel wat onze economie nu aan kan. Voor een betere compensatie adviseren wij aan minimumloonverdieners om hun vaardigheden en kwalificaties te verbreden. Dit kan variëren van vaktrainingen tot voltijdse opleidingen afhankelijk van persoonlijke interesse en doelen. Het Food Basket programma blijven wij uitvoeren voor goedkope voedsel voor de samenleving. Het schoolvoedingsproject blijft belangrijk voor onze jeugdigen voor een gezonde voeding op school. Verder is in volle gang het landelijke woningbouwproject tegen betaalbare prijzen en lage rentes. En voorts wil ik u erop wijzen dat de huidige economische trends een positieve impact kunnen hebben. En ik noem in dit verband ook de toename van internationale reserves. De wisselkoers vertoont al enige tijd stabiliteit. Investeerders tonen weer belangstelling in ons land. De inflatie is behoorlijk aan het dalen. De verwachte successen in de olie- en gassector. De veelbetekende ontwikkelingen in de agrarische sector. En de herordening van zowel goud- als houtsector. Deze positieve ontwikkelingen zullen doorwerken naar de economie, maar ook naar de verschillende gemeenschappen. Dit zal een positieve impact hebben op niet alleen de kosten van ons levensonderhoud, maar zeker ook op werkgelegenheid. Over werkgelegenheid gesproken. Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken voert verschillende programma's uit. Deze dienen voor het ontwikkelen van skills onder de beroepsbevolking met vaktrainingen. Hiermee
stoomt het ministerie de werkpopulatie klaar voor de vraag naar arbeidskrachten op de arbeidsmarkt. Het ministerie heeft enkele maanden geleden ook het project Woroko voor Make Money gelanceerd. Hiervoor is er door de regering ruim 50 miljoen SRD vrijgemaakt. En het doel van het project is om landelijk personen in de gelegenheid te stellen om een vak te leren. Dit met de bedoeling hen zelfredzaam te maken, hetzij als werknemer, hetzij als micro-ondernemer. Tot in de wijken, in de districten en ook het verre binnenland wordt aan personen een vak geleerd. Intussen hebben honderden mannen, vrouwen en jongeren gebruik gemaakt van deze gratis aangeboden trainingen. Ook biedt dit project de mogelijkheid aan werknemers om bijgeschoold te worden. Hierdoor kunnen zij hun skills verbeteren om hun huidige baan te behouden of nieuwe taken binnen hun bedrijf te verkrijgen. Afgezien van maatregelen ter stimulering van werkgelegenheid, zal de overheid uw rechten als werknemer blijven beschermen en handhaven. We zullen zorgen voor stringente naleving van de arbeidswetgeving door arbeidsinspectie verder te versterken. Het stimuleren van veilige werkomstandigheden die garantie bieden voor vrijheid om zich te organiseren in vakbonden, het nastreven van economische rechtvaardigheid, het aanpakken van inkomensongelijkheid, het streven naar eerlijke verdeling van welvaart, maar ook wetgeving voor decent werk en een gezonde werk- en privébalans, maar bovenal een sociale protectie voor u en uw gezin. We zien de werkgelegenheid ook gestimuleerd worden door de private sector middels investeringen. Ik noem onder andere de investeringen door Fernandes, ons eigen bedrijf, Kuldeep Singh in de investering in de Shorebase, International Mall, ook investering door Surinamers, verschillende investeringen in de Shorebase, callcenter investeringen, investeringen in de agrarische productie en verschillende investeringen in hotel en appartementenbouw. Al deze investeringen zullen bijdragen aan ook een positieve ontwikkeling van de werkgelegenheid. Rokkomangs en Rokkomas. Tot slot roep ik zowel de werkgevers als werknemers op tot solidariteit en samenwerken met de overheid om gezamenlijk te werken aan een eerlijke en inclusieve arbeidsmarkt waarin de belangen van een ieder worden behartigd. Nogmaals, namens de regering bedank ik u voor uw toewijding, uw harde werk en uw bijdrage aan onze economie. Laten we samen blijven werken aan een betere toekomst voor ons allen. Ik feliciteer u allen en ik wens u nogmaals een bezinningsvolle Rokkomandé toe. Moge God u alle zegenen.